9. Dead center. Nine. 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 Zou vier pijlen nodig gehad hebben om deze wedstrijd, de eerste set, te winnen. En dat, ja, dat vinden we niet goed. First set goes to the guy in orange. Dick van de Ven. Met een bevestigde score van 28 tegen 19. We spelen 5 sets maximaal. De score is nu 2 setpunten in het voordeel van Rick van der Ven. We're playing a maximum of 5 sets. Score is now 2 set points voor Rick van der Ven. Nine. Ten. Nine. Eight. Both archers tied 18 points. Nine. Hij heeft een 10 nodig voor de set. Schiet een 10. En ook deze tweede set gaat naar Rick van der Ven. Barbra Streisand. We spelen 5 sets maximaal. 2 van deze sets gingen naar Rick van der Ven. Barbra Streisand. Stand is nu 4 tegen 0. Rick van der Ven winning this second set as well. Now leading 4 points against his opponent, Clemen Sajar from Slovenia with 0 points. Ten.
10. Nine. Nine. Six. So seven for the gold medal. Yeah. It's a nine. Wint daarmee het goud tijdens de Europese outdoor kampioenschappen 2012 in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Grijpt Rick van der Ven naar het goud. Winning the gold medal here in the Amsterdam Olympic Stadium in the recurve man division during the European Outdoor Target Championships 2012. And the bronze of the silver goes to Klemen Strajar from Slovenia. We are preparing for the closing ceremony. May I ask one archer of each nation to come here down in front of the grandstand? This archer will receive the national flag of his country for the parade for the closing ceremony. So we just need one archer per country to come to the front of the grandstand. Wij maken ons op voor de prijsuitreiking die we hier in minuut of 5, 6, 7 of zo proberen te starten. We are preparing for the prize giving ceremony about 6-7 minutes. So please join us in this acknowledgement of the athletes. Wij vragen u vriendelijk om hier de prijsuitreiking mee te maken. Dat gaan we zo snel mogelijk opstarten. Laten we zeggen dat het 6 minuten gaat duren. En uw aanwezigheid wordt daarbij bijzonder op prijs gesteld.